Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een zwakke storing boven het noorden van het land. Die komt vanavond en vannacht boven het midden van het land tot stilstand. Dat levert veel wolken op in het noorden en het midden van het land. En lokaal kan er vanavond nog een bui vallen. En dat kan ook glad worden bij temperaturen onder nul. In het zuiden zijn meer opklaringen en daar gaat het min 5 of min 6 graden vriezen. Er staat weinig wind en lokaal ontstaat ook mist. Daar hebben we morgenochtend mee te maken met mist en lokale gladheid. Het is ook grijs, maar in de loop van de ochtend wordt het wat lichter en vooral in het oosten en zuidoosten komt de zon erbij. Het kwik loopt daarop naar rond het vriespunt, in het westen tot 3 tot 4 graden. Donderdag een droge dag, met vooral in de middag geregeld zonneschijn. In het noordoosten blijft het vriezen, in het westen wordt het 2 of 3 graden boven nul. Vanaf vrijdag wordt zachte lucht aangevoerd en verdwijnt de vorst in de nacht. In het weekend is het zacht en wisselvallig. Ik ben Diane Boei van Weerplaza.nl.